getuigenis met je delen van wat ik God heb zien doen toen ik zelf in de Filipijnen was. En ik ben daar geweest met een team van Battle studenten afgelopen februari. En wij gingen de bars in. En van tevoren had ik aan God gevraagd om een specifieke naam. En de weken voordat ik naar de Filipijnen ging, zei God steeds Angel tegen mij. En ik dacht, nou, misschien is er een bar die zo heet. Of misschien ontmoet ik wel iemand die zo heet. En heel veel meiden die daar werken, die hebben een schuilnaam. En tijdens de eerste avond zag ik iemand op het podium staan en ik dacht, volgens mij moet ik met haar een praatje gaan maken. Dus ik vroeg aan de bar-eigenaar of ik haar van het podium af mocht halen en of ik met haar mocht gaan praten. En toen kwam ze naar me toe en ze zei, hoi, ik ben Angel. En ik dacht gelijk, wow, want ja, ik had die naam al heel lang in gedachten. En ik zei tegen Angel, hey Angel, wil jij, ben je blij met het werk wat je doet? Of voel je hier uit? Want ik dacht gelijk, ik ga gelijk naar haar hart. En ze begon eigenlijk te huilen en ze zei, weet je, ik ben al 2 maanden lang ben ik aan het bidden dat iemand, dat God mij hulp gaat sturen. Dus ik moest ook huilen en ik zei, nou, heel bijzonder, maar ja, ik heb dus al heel veel weken jouw naam op mijn hart. En God heeft gezegd dat hij jou vrij gaat zetten hiervan. En nou, zij kwam mee, zij is per direct gestopt met haar werk. Zij moest nog 2 dagen wachten tot we dus op retretten gingen met alle andere meiden. En zij ging mee met ons en ja, zij gaf haar leven aan Jezus op het eiland waar we heen mochten gaan met de meiden. En ik mocht haar een paar dagen laten dopen in het water voor het beach resort wat van ons was. En zij woont nu in het safe house en zij kwam weer terug naar school en haar opleiding wordt gefinancierd. Ja, zij leeft gewoon in vrijheid nu. En ik geloof gewoon dat God het opnieuw wil gaan doen. Dus ja, meld je aan voor deze reis. En verwacht wonderlijke dingen van God. Want hij heeft gewoon zoveel vrouwen op het oog om hieruit te komen.